Ja, als je mij vraagt waarom doe ik dit, dan heb ik daar soms geen antwoord op. Ik heb geen idee waarom ik dit doe. Robin Hood, dat is ordinair geld pakken van degene die het op een oneerlijke manier hebben verdiend en teruggeven aan de armen. Ben je er klaar voor? Nee, ben jij er klaar voor? Nee, het wordt echt een pokkeling seizoen. In dit seizoen zijn de types wel, ik denk ja, wat de fuck zijn we eigenlijk aan het doen? We moeten wel een beetje over onze schouders gaan kijken, ja. Ja, ik denk niet eens dat we het geld gaan krijgen. Je hebt er zin in, hè? Steeds minder. Oh. We zijn begonnen. Mocht de shit echt uit de hand lopen, we hebben gewoon twee bodyguards achter de camera. Als ik aan Robin Hood denk, denk ik gewoon aan GTA. Het is gewoon het heft in eigen hand nemen, fuck de regels. Ben je er klaar voor? Hij heeft de camera hier naartoe. We gaan beginnen meteen, kom op! We zitten nu in Antwerpen, een drugsoorlog. En wij komen eventjes, hey, we gaan jullie naaien voor YouTube. Ja, rennen, als jij dit nou in het nieuws zou lezen, twee YouTubers doodschoten in Antwerpen, dan zou je er alleen maar denken van, ja hè? Nee, er zitten heel veel jongens nu in de buurt. Leven we nog? Ja, we leven nog steeds, dat is bizar. Wat hebben wij dan? De kool. Zit in een programma. Het is eigenlijk geen optie om niet te kijken.